Hey, yo kijkers van de Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier weer samen met Tim. Wee, ik ben Farmer Johnson. Ja, en wij zijn hier weer voor een nieuwe quest voor de Ender Dragon aflevering. En jongens, vandaag ga ik eerst even slapen. En ik ga eventjes, denk ik, beginnen met een mushroom farm. Want, nou, dat levert ook eten op, dus ja. Of, zal ik gaan mijnen eigenlijk? We hebben nog niet echt veel levels voor een enchantment table, hè. Dus, ik heb de 12. Oh, ik bedoel, oh ja, laat maar. Ja, ik heb de 10. Dus misschien kan ik eerst iets van een mushroom farm gaan aanleggen. Dan kunnen we ook wat wachten tot wat gaat groeien en alles, hè. Ja, klopt. Oké, ik wil wel nog even één ding bekijken. Oh, de muur wordt ook mooi. Hebben we nog wheat trouwens? Ik heb er 2. Oké, is goed. Kun jij dan klaren en een bestie of zo weer aan de gang krijgen? Want dat moet wel even gebeuren, denk ik. Ja. Onderhand. Oh, waar is de baby? Oh, de babykoe leeft nog. Ik wou net zeggen, de babykoe is dood. Het is poephoofd. Dat is die poephoofd. Nou, hebben ze alweer een nieuw... Poephoofd de tweede! Poephoofd de tweede. Jezus. Hoe verzin ik het? Hoe verzin je het toch, Tim? Eens even zien, nou, dan ga ik maar bezig met die mushroom farm dan of zoiets. Ik ga nog wat seeds verkrijgen, want ik ben nog gewoon echt... Of, nee, ik ga net zo lang graven dat ik een cave system tegenkom. Ja, dat gaan wij doen, denk ik. Ik wil graven. Ik wil graven. Even kijken, zo. Voor mensen die dat niet weten, dat is van Master Movies. Nee, dat is van Saving Private Hank. Ja, maar Master Movies is de maker. Saving Private Hank, moet je maar gewoon even opzoeken, dan vind je het wel. Het is heel erg grappig. Hoeveel zand is hier wel niet? Het is een kattenbak, Ronald, wat denk jij? Ja nou, een hele diepe kattenbak. Moet je zien, mijn kop erin om. Houd niet meer op, dit. Nu te betekenen dan. Ik ben lekker aan het farmen hier. Wat? Tim, we hebben een lekkage in het huis. Echt? Er is nee. Zit er water in het huis? Nee, maar ik heb ook kool gevonden. Nice, dat hebben we best wel nodig. Tim! Ja? Ik heb een extra ingang gemaakt. Nee, goed hè. Oh, ja. Wacht, ik kan hier nog één dieper. Oké, dan hoeven we dat... Oké, nou, ik ga weer een schep of 2 maken, want dit gaat wel even duren. Hou jij je maar lekker bezig met die koeibeestjes en zo, want ja. Het is Tim de veehouder uit de tijd van de jagers en verzamelaars. Oh god, nee, dat had ik vorig jaar bij. Dat is wel echt zo veel. Oh, nee, dat heb ik al een paar jaar geleden gehad. Durpface. Dat was echt zo saai. Yep. Ik heb het weer. Geschiedenis haalt zich de hele tijd. Mijn school, het is heel vervelend. Oh. Je hebt de hele tijd hetzelfde. Dat is niet normaal. Kom op, vind een cave system, Ronald. Kijk, dan kijkt er nu een leraar van mij. Tim, vind je dat? Bijvoorbeeld mijn geschiedenisleraar kijkt opeens dit. Geloof je het zelf? Nee. Ik wou net zeggen. Alhoewel, wat mensen uit mijn klas kijken dit wel. Boris. Maar ik ga ze... Nee, niet alleen Boris. Ik ga ze ook niet shout-out geven of zo. Nee. Ze zijn raar. Ja. Ze zijn gewoon raar. Nou, eens even kijken. Ik ben dus aan het graven hier. Eens kijken of we wat boeiends vinden. Een cave system onder ons huis zou mooi zijn. Ja, dat zou nice zijn. Misschien moet ik straks maar... Je kan ook even naar /warp op cave. Misschien wil je dat wel. Nee, ik wil even kijken of we hier niet iets kunnen vinden. Want het zou mooi zijn dat we het onder het huis, zeg maar. Dan kunnen we daar heel makkelijk inkomen vanaf het huis. Dat is gewoon easy, makkelijk. Oh, we hebben wel gravel. Dus dat betekent dat er iets altijd van een cave system is, zo, of niet? Nee. Wel. Nee. Niet. Gewoon niet. Nee. Nee? Ik zie jouw naam. Ik hoor wel iets van zombies. Ja, dan zit je vlakbij een cave of een abandoned mineshaft. Met een mineshaft zou heel mooi zijn eigenlijk. Ja. Torches dus kan ik straks even met mijn lucky charm gaan minen. Oké, dat zal wel nice zijn. Dus even zien. Nou, ik ben aan het graven. Dus we hebben zo'n beetje lekker veel cobblestones, zodat we de farm kunnen afmaken. Maar jij houdt je even bezig met het agrarische gedeelte, hè? Voor eten en zo, want ja. Ja, ik ben dingen aan het verbouwen hier zo. Oké. Weet je wat ik me afvraag? Ik speel nu al heel lang Minecraft, maar misschien kunnen jullie het achterlaten in de comments. Groeit wheat en melon sneller in de desert of in de... Maakt geen reet uit, volgens mij. Maakt geen reet uit. Oké.
En anders dan fuck it, want we gaan die hele farm nu even verplaatsen. Nee, ik ben nu lekker even op gang met die farm. Het is nu 4 rijen. Holy shit, gek. Volgens mij komen we straks bij Bedrock in de buurt. Fucking diamond mine hier. Moet je kijken hoe diep dit is. Ik zie je naam niet meer. Oh, kijk, ik zie je naam. Ik ga even op. Je zou toch een cave system moeten wezen? Jij bent gewoon aan het rondjes lopen. Ik zie jou huppen. Doing, doing, doing. Ja. Ja. Ik ga denk ik een iron pickaxe maken. Gaat sneller. O, die heb ik nog wel voor. Ja, is alleen bijna kapot. Ik heb genoeg, hoor. Hoppakee, zo. En door. Wacht, dan kan ik meteen nog misschien wat torsjes maken. Hier zit kool namelijk. Zo, dit is wel genoeg. Ik ga niet meer mijnen. Oh, fuck the system. Nog even dan? Oké. Het gaat echt niet normaal snel naar beneden. Vinden we straks allemaal diamonds. Het zal leuk zijn. Straks voor je in de lava. Ja, dat kan niet. Ik ga met een trapsysteem naar beneden, dus... Ik hoor wel dat cave geluid, dat... Ja, daar zit je bij een cave. Dat zijn de raarste geluiden van Minecraft. Het valt niet te verklaren. Ah, cave. Nice. Dan moet ik hier even naar beneden. Gravel. Ik wil niet doodgaan. Dat zou me echt enorm depressief maken. Dat maakt iedereen depressief. Licht. Camera. Actie. Yes, bij redstone zitten wij al hier. In een ravine. Geweldig. Skeleton is te behoeven. Was jij hier? Nee, ik denk niet. Dit is lava. Kijk uit. Koolmeuk. Gaat wel goed hier. Zit daar een emu? Emu skeleton. Waar heb ligt een zwart zelfmoord hier? Groot. Even zien. Goud, Tim. Nice. Ik ben even zand. Bezig met een cobblestone omheining. Ja, dit is goed. Met die dingen, toch? Niet met fences, maar gewoon cobblestone neerzetten, zodat het mooi lijkt. We hebben van die cobblestone, er zijn ook cobblestone muurtjes, hè, dat weet je. Ja, dat weet ik. Maar dan moet ik alles nu weer terug gaan plaatsen. Zal ik dat doen? Cobblestone muren zijn wel mooi. Dat was ook het idee wat ik had, zeg maar goed. Zal ik dat dan maar doen? Ja, doe maar. Hoe maak je die dingen ook weer? Dat was net zoals fences, ja. Tim. We gaan de dwergen uithangen. Allemaal goud hier. Wie? We zijn de hoe heet dat? Gimli's. Oh, de Gimli's. Oh god, overstroming. Ligt die 53. Ik heb 60 cobblestone walls. Ja, ik heb nog wel bijna 3 stukken cobblestone voor jou, dus ja. Ik heb maar er zit dus een cave system onder ons huis. Nou, cave system zeg maar eerder een ravine, maar goed. Heb ik nog maar... Oh my god, serieus. Het is er. Stikstekort. Wat was dit? Het geen cave system. What the fuck, man. Oh ja, dat was wel iets volgens mij. Een iron in ieder geval. Zo dan. Nou ja. Jammer dat we niet echt iets van een echt cave system hier hebben. Jee, scheet water. Zo. Oké, mijnen. Mijn de kool. Eens even zien. Zo, ik heb wat kool nog. En hoe gaat het met jou, Tim? Goed. Goed. Ik heb wel een leuk idee voor de farm. Oké, nou, ik zit deze meuk hier een beetje in te dammen. Welk level is dit eigenlijk? 13, wauw. Dat is het diamond niveau al. Ja, dat is het diamond niveau. 12 is het beste. Even checken, heb ik nog wat wood? Ik heb wood nodig. Ah, kijk, 38 wooden planks. Zo, ik ben nu bezig om nog wat kool te mijnen. Oké, zo, kool. Nog meer kool. Kool hebben we echt heel wat nodig. Al die cave-expedities die we moeten gaan doen om XP te verzamelen. Even kijken, ik zie hier ook gewoon geen caves. Dat is nog wel het raarste van alles. Oh, wacht. Hier is iets. Oh, god, Jezus. Hier is iets. Ik weet niet of het wat boeiends is, maar... Oké, ik heb er veel voor stroming. Oké, nou, laat dat maar, want daar gaan we maar niet in. Kijk, hier is een cave. Ik heb er geen wood meer. Ga even dood. Kun je naar mij toe komen met wat wood of zo?
Ja, ik moet nu ook zelf even wood gaan hakken, Godverdomme, dus. creeper centraal hier zo. Want ik heb een heel leuk idee voor een goede farm. Nou, cave system, laat dit maar, want dit is helemaal niks zo wat. Hier moeten we echt wat beters voor verzinnen. Misschien die kant op, zou daar wat zitten dan. Dan kom ik uit, hè, dus ik denk niet dat daar wat boeiend zit. Redstone meuk. Oké, dan. Ik heb redstone. Dat is iets nee, te deze nice. kant, deze kant gaat het ook niet op. Nee, frut. Frut, frut en nog eens frut. Verspil ik wat tijd? Of nou, eigenlijk niet. We hebben wat goud en zo. Goud is leuk. Ja, alleen als je niet echt een goed cave system hebt, heb je het ook niet echt veel aan, hè? Goud kunnen we voor golden apples gebruiken. Ja, maar ik heb niet zo heel veel. Kijk, Tim, helemaal naar beneden hier. Even kijken, ik zie jouw naam ergens. Ja, ik zit in het cave system bij ons huis. Dan moet je gewoon in het huis en dan gewoon... Oh, ik ga wel naar mijn... Oh, kijk, daar ben je. Oké, ik ga hout hakken. Ja, doe maar. Oh, ga jij even slapen? Ja. Ja, dan... Ik ga wel even tukje doen. Tukje. Zo, tukje gedaan. Oké, boom. Dag. Eens even zien. Meuk, 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 meuk. Wauw, we hebben een kist tekort. Waar is dan het woed gebleven? Ik heb wat sticks ervoor gemaakt. Voor fences straks, om de mob farm uit te breiden. En dat heb ik nu allemaal bij me. En ik heb net wat woed gehakt. Dus beter ga je dat ook even doen. Waarom heb je die farm zo gemaakt met al het water in het midden? Dat hoeft er niet, hè? Dat weet je. Ja, maar kijk, daar heb ik een heel leuk idee voor. Je moet straks maar gewoon even kijken. Ik vind het prima. Tim met zijn moestuin. Ik vind het prima. Echt serieus. Even zien. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga het hier gewoon bij laten voor vandaag. Ik vind het wel lang genoeg en wel leuk geweest. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet niet om even een like achter te laten als je het een leuke aflevering vond. Vergeet ook niet om even te abonneren voor meer Minecraft Quest for the Ender Dragon. Je kunt me ook even volgen op Z-Twitters, @ShadowGames23. Daar zie je wanneer er een nieuwe aflevering geüpload wordt. En Tim, wil jij nog wat zeggen? Je kan mij ook volgen. Ja. Wee! @superfunkyTim. Dus ja, bedankt voor het kijken. En dan zien we jullie later. Dus ja, later mensen.